Roderick Egberink uit Hilversum, Martin van Platering uit Almere en Rens Moorman uit Reutem waren vanmiddag de grote smaakmakers tijdens de Ronde van Dronten. Het wielercriterium voor amateurs door het centrum van Dronten trok niet heel veel toeschouwers. De mensen die er wel waren zagen dat het drietal al vroeg in de wedstrijd uit het peloton ontsnapte. Egberink, Van Plateringen en Moorman werden niet meer teruggepakt en mochten met z'n drieën uitmaken wie er zou winnen. Bij het ingaan van de laatste ronde demareerde Roderick Egberink. De laatste ronde, Egberink gaat versnellen. Egberink gaat er vandoor. Voor de winnaar van de Eurobotto Ronde van Dronten, hier is Roderick Egberink. Het peloton, met daarin diverse lokale renners, eindigde op eerbiedige afstand en mocht sprinten voor de troostprijzen.